De zaterdagavond op Nederland 3 zijn gereserveerd voor popmuziek. En om dat te vieren vragen wij gasten naar hun ideale muziekavond op televisie. Een muzikale mini-zomergasten zou je kunnen zeggen. Popprofessor Leo Blokhuis beet vorige maand het spits af. Vandaag is het de beurt aan de hardste band van België, de populairste band van België. Deze week speelden ze twee keer in een uitverkocht 013 Tilburg helemaal plat. En nu zijn ze hier. Geef ze een groot applaus. Triggerfinger! Voordat wij overgaan tot de orde van de dag, is dit een protocolair moment. Ruben, ga even staan. I Follow Rivers is twee keer platina. Dat betekent dat er minimaal 40.000 singles van zijn verkocht. Inmiddels staat de teller al over de 50.000, op weg naar de derde platina. Omdat het bij Giel ontstond en de drumstel bestond uit een kopje koffie, een glaasje water en een mesje, heeft men deze platina plaat aan jullie willen geven. Gefeliciteerd. I Follow, wat een single. Oké, nu de ideale muziekavond, een lange zaterdagavond namens Triggerfinger. Jullie willen beginnen met iemand die jullie assisteerde de afgelopen twee dagen in Tilburg. Hij zat hier gisteravond nog om te praten over Keith Moon van The Who. Cesar Zuiderwijk, de drummer van de Golden Earring, die was bij jullie de afgelopen dagen. Absoluut. En daar willen jullie iets van laten zien. Ja. Voor mij een heel speciaal moment eigenlijk. Zeker als drummer zijnde. Als 11-jarig jochietje voor de Nederlandse tv, starend, zag ik eigenlijk een moment op Wedden Dat. En er kwam iemand in een jasje en die begon te drummen op zijn jasje. Als 11-jarig jongetje die aan het bezig is om de eerste beat te spelen, mijn ogen vielen letterlijk uit mijn hoofd. We hebben Wedden Dat niet kunnen vinden. Nee, daar nee. is het ongetwijfeld in gepasseerd, maar hij heeft dat vaker gedaan, gewoon tijdens de concert van Golden Earring. Dan begon hij, nou ja, laten we maar even kijken. Ja, fantastisch. Trouwens ook even hoe oud was jij? 10? Ik was 11 jaar. 11 jaar? En wij vinden hem nog steeds een mega coole band. En dat is, allee, de schelmerij, zoals we in België zeggen, wat dat als die gasten afstelt, is gewoon super. Thank you. Cesar Zuiderwijk. Ja, tijdens de avond natuurlijk het hele concert. Dat kunnen we nu niet doen. We gaan meteen door. Dit is een soort amuse, hè, die we nu uitserveren. We gaan naar de documentaire. Een documentaire Who Knows? Live at Fillmore East. Jimi Hendrix. Die moet erin. Monsieur Paul. Geen trigger muziekavond zonder Jimi Hendrix, of course. En zeker dat concert. Dat is tevens zijn laatste live plaat eigenlijk. En hij heeft daar twee dagen achter elkaar gespeeld. De eerste dag, de promotor van de Fillmore East, die vond het maar niks. Die zei van, god, met je gitaar in brand steken en een beetje kunstjes uithalen. Speel eens gitaar, man. Hij was zo boos. Heeft hem de dag daarna, zoals je zometeen gaat kunnen zien, heel stil en heel statisch zitten spelen, maar beyond playing guitar. Ja, is het een gitaarheld? Jij bent de gitarist van Triggerfinger. Absoluut. Dit is de grootste? Dat is één van de grootste. Er zijn er zoveel mooie, we zullen straks nog wel zien. Ja. Zet de tv ietsjes harder, sowieso de komende 5 minuten. Het wordt alleen maar mooier. Dit is Jimi Hendrix in 1970. Ja, 1 januari 1970. The Fillmore is proud to welcome back some old friends with a brand new name. A band of gypsies. We had 2 shows New Year's Eve, 2 shows New Year's Day. We didn't know what to expect from the audience, and the audience didn't know what to expect from us. But however, from the time we hit that first note, there was an awe in the audience. And people were just awed at the sound that we had created. Te kort.
we moeten door. Kippenvel, hè, mijn chapeau. Wel fijn dat hij ontvoering heeft gekregen. Dat is ook wel eens leuk, om hem gewoon... zeg maar rustig aan het werk te zien. Dat is wel gaaf. Hij kan gitaar spelen. Samen met Buddy Miles trouwens, onlangs overleden. En die zingt de helft van die plaat ook. Echt fantastisch. We moeten door naar een bijzonder duo. 00 Soul heet het nummer. We zien Billy Preston en Ray Charles in de Ed Sullivan Show. Onwaarschijnlijk. We kennen Preston als de pianist van zowel de Stones als de Beatles. Tragisch overleden. Ja. Drugs addict. Nou ja, anyway, helaas. Maar dit is... Dit is waanzinnig. Dit is waar rock'n'roll voor mij om draait. Het is een waanzinnig goede zanger, hele goede entertainer. Hij is dan ook nog eens een sessiemuzikant die zowel bij de Beatles, de Stones, Dylan, noem maar op, heeft gespeeld. En als je hem ziet bewegen, dan als zoveel talent in één man, had dat ik is nog nooit waanzinnig. Gezien als James Brown bijna. Plus het pak dan ook nog eens. Ja, het pak. As the cherry on top. Oké, laten we kijken. Double. Deze avond willen we meemaken. Ja, ik ga gewoon. Het is zaterdagavond 9:30 inmiddels. Hendrix al gehad. Verdomme, de Golden Earring gehad. En nu gaan we door. We gaan even door op Ray Charles. Dat willen jullie graag. Ja. Want die zat hier maar rustig piano te spelen. Dat is natuurlijk een van de allergrootste, denk ik, uit de popgeschiedenis. En we zien hem een nummer zingen van Johnny Cash in de Johnny Cash Show. Zo zie je maar, covers is van alle tijden en nummers van elkaar spelen. En Ray Charles zingt al als hij gewoon praat. Ja. Maar hij maakt... Dat is een bekend nummer, Ring of Fire, van Johnny Cash. Ja. En iedereen... kent het, maar hij maakt er gewoon zijn eigen, hij maakt er een nieuw nummer van. En er komt een break in dat nummer en die is adembenemend. Die neemt gewoon je adem weg en je mag maar tot die terug invalt. En als je invalt, het is waanzinnig. Het is... And it burns, 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 the ring of fire, your ring of fire. Give it up. Ik wil alleen maar muziek zien met jullie erbij, ongelooflijk. Godverdorie. Wat een avond, jongens. We gaan door met iemand die ik niet ken, Joe Mavis. Wow. Dit is uit de schatkamer. Een klein pareltje wat we... Ja. Dus hij is een country-gitarist uit de jaren 50. En het genre brengt wel meer getalenteerde en zeer technisch goede muzikanten naar boven. Maar hij is zo'n beetje het summum. En hij heeft met andere gitaristen ook samengespeeld. Je moet al deze clipjes die we laten zien, moet je jullie ook op YouTube checken, dat je ze helemaal kan bekijken. Want het is echt de moeite. Sommige hebben we al gepost op onze Facebook. Maar soms denk je wel, als gitarist zijnde, of je speelt een instrument van, ik ben al wel goed bezig en ik heb het al wel een beetje onder de knie. Watch this. Hij speelt alles met snaren op. Ja, ja. En niet zo'n beetje. The leader of the band, Joe Mavis, is known as the king of the strings. If a musical instrument has strings on it, Joe Mavis can play. All drawn, handing around the cold, chicken in the red pad, picking out the door, picking and singing. Singing and picking all the whole day. Picking and singing all the whole day. Ja, jongens, het zijn alleen maar amuses. We sluiten af met een Nederlands programma. De chef van Oekel. Oh ja. Disco. Ja, daar ging stiekem... Ben je daar te jong voor? Nee, stiekem onder de bank liggen, net alsof je al naar bed was, maar dan toch naar de... Chef Oekel, Disco Hoek, een creatie van Wim T. Schippers. Een krankzinnig programma waarin de grootste artiesten ter wereld zich lieten... in de maling niet te nemen, eigenlijk komt het er meer. En jullie kozen voor een man die wij helemaal niet associëren met dit soort lol, Captain Beefheart. Beefstuk. Oh, Captain Beefstuk, ja. Waarom dit fragment, jongens? Dat is toch waanzin? Allee, dit is... Ik weet niet van welk moment dat ze het gaan laten zien nu, maar...
moment hoe dat hij hem ook aankondigt. En die waanzin, ik moet ik eerlijk toegeven, ik denk dat we er alle drie over eens zijn, dat we dat tegenwoordig op tv wel een klein beetje missen. De gekte. Ja. Dus alles is zo hapklaar. Uh-huh. En er mag niets meer misgaan, want oei, 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 oei. En hier, allee, dit gaat niet over misgaan, maar dit gaat echt puur over de waanzin. Ja, mensen maar ook denken hoe dat gecapteerd ja, is. Als je al, kijkt ja. hoe ja. alle wetten van de televisie worden met vertrappeld, verbrand, met de voeten getreden. Er wordt gecapteerd in de meest waanzinnige richtingen. En hij is gewoon waanzinnig. Ja. Hij is fantastisch. Ja. En ik heb een Braveheart, de management had gezegd, daar moet je naartoe. En daar staat hij dan. Hè? Ja. Hij weet niet Absoluut. Wat er gebeurt. Meer rock en roll kan je niet zijn als Dolle Brouwer. Ja. Laten we even kijken, jongens. Kijk eens wie ik hier meegenomen heb. De wereldberoemde kapitein Biefstuk. Dit was zomaar een grapje ertussendoor. Kom je ook heen? Alleen voetbal. Oké, tot zover in vogelvlucht de ideale muziekavond, popavond van Triggerfinger. Ik wou dat die werkelijkheid werd. Ik zou van A tot Z kijken. We houden dit format erin. Dit gaan we vaker doen. En we gaan de netcoördinatoren, dat is in Nederland de mensen die de lakens uitdelen, proberen te overtuigen of het dit een keer werkelijkheid mag worden. Ja, mag ik een dank voor Triggerfinger? Triggerfinger zit morgen en overmorgen op in Groningen.